Hoi, hoi. Ik ben Jessie. Hoi, Jessie. Hallo. Dit is van, goh, waar ben ik, een shotje? Net doe ik jasje maar dicht gekregen. Zo. Ik heb Nou, welkom Erwin bij het vragenvuurtje. De andere uitgelegd, het is eigenlijk heel simpel. We gaan 3 minuten vragen stellen. Het antwoord is ja of nee, of het is een twee-keuzevraag. Het is in ieder geval gesloten. Mm-hmm. Je mag 1 keer de pas gebruiken als jij niet wil antwoorden en dan komen we er later op terug. Oké. Okay. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Nou, dan gaan we gewoon beginnen. De afgelopen 4 jaar waren succesvol voor het raadslid Erwin Versteeg. Ja. Ik heb geen enkele spijt dat ik afscheid heb genomen van de PVV. Nee. Het niveau van debatteren in de gemeenteraad is te laag. Ja. Alle raadsleden stellen het belang van Enschede en de Enschedeërs voorop. Nee. Oh, je bent de eerste die nee zegt. Waar zit het hem net in? Omdat ik ervan overtuigd ben, op het moment dat jij puur in een partijpolitiek harnas zit, dat je ook vanuit landen, vanuit buiten Enschede opdrachten krijgt uitgevoerd die niet in het belang zijn van de Enschede en van de Enschedeërs. Zit dat bij specifieke partijen of raadsleden? Je hoeft ze niet te noemen, maar... Nee, maar ik denk aan bijvoorbeeld, pak de energievisie bijvoorbeeld, de uitvoering daarop. Als je dan kijkt, van als je bij een partij zit die wat daar echt heel erg voor is, windmolens, laat dat maar even als voorbeeld nemen. Dan kun je in een spagaat terechtkomen op het moment dat je echt het belang wilt dienen hier voor Enschede en de Enschedeërs. Je moet kiezen voor een samenwerking. Met wie ga je dan samenwerken? PVV of Forum voor Democratie? Forum voor Democratie. Is dat GroenLinks of D66? GroenLinks. De komst van Forum voor Democratie gaat verbindend Enschede stemmen kosten. Nee. Ik wil wethouder worden. Ja. Het is belangrijk dat Enschede snel groeit naar 170.000 inwoners. Nee. De komst van nieuwe hoogopgeleide inwoners uit de Randstad is goed voor de stad, ook voor het armere deel van de inwoners. Nee. De menselijke maat is terug in de WMO-bijstand en in het armoedebeleid. Nee. Onder strenge voorwaarden valt het te praten over opvang van asielzoekers en vluchtelingen in Enschede. Nee. Helemaal niet. Nee. En statushouders, dat is toch een soort verplichting wat je hebt naar het Rijk. Kijk, als je kijkt wat er nu gebeurd is met de noodopvang, we hebben een opdracht uit te voeren. Die wat wij ook, ondanks het feit dat wij anders erin staan. Maar nogmaals, ik vind dat wij die opdracht gezamenlijk uit moeten gaan voeren. Maar dat dat ook het gedrag van het COA consequenties heeft voor de opvang, de verplichte opvang die wat wij hebben uit te voeren van het Rijk aangaande statushouders. Dus dat zijn even voor duidelijkheid asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben. Ja. En wat jou betreft heeft deze situatie toegeleid dat je daar ook gaat zeggen van nou doen we dat niet. Minder in ieder geval, omdat je nu uitgaat, volgens mij moeten we de 145 per jaar. Maar de huisvesting bijvoorbeeld hangt daar ook bij aan. En als je kijkt wat er gebeurt op dit moment met de huisvesting, dan vinden wij wel dat onze inwoners voorgaan. Ik ga er even heel snel nog verder doorheen. Enschede is een onveilige stad. Met pijn in het hart, ja. Er moet meer cameratoezicht komen in Enschede. Ja. Dat kan ook ten koste gaan van de privacy, maar dat is ondergeschikt belang. Nee. Handhaving van coronaregels zou minder prioriteit moeten hebben. Ja. De verkeersdruk op de singels is onhoudbaar. Ja. Enschede kan prima zonder recreatiezwembad. Nee. We zitten door de tijd heen. Al, ik ben eigenlijk nog helemaal niet zo ver. Je hebt nog geen pas gebruikt? Ja, mooi hè. Wat gaan we doen? Ik wilde nog een paar doen. Nou, maar ik wil wel in terugkomen. Je had de vraag op een gegeven moment PVV of Forum voor Democratie. Ja. En ook of er ons dat stemmen ging kosten. Het is nu een beetje ingedaald. PVV deed al meer, Forum voor Democratie doet niet meer. En ik zie ook andere namen verschijnen. Wat wel lastig is, is natuurlijk dat je eigenlijk een beetje in hetzelfde vijvertje zit te vissen qua stemmers. Precies. Aan de andere kant ben ik er ook van overtuigd dat juist democratie van onderaf begint. En dat in de verbinding, als je kijkt de contacten die we hebben landelijk gezien bij de PVV, maar ook bij BVNL, ook bij Forum voor Democratie, maar ook bij Boerburgerbeweging, dat het veel beter is dat wij juist de democratie van hier pakken, dus op een lokale partij stemmen, met het gedachtegoed zoals wij dat hanteren. Duidelijk. Dan wil ik, omdat we door de vragen heen zijn, nog heel even, en je hebt geen pas gebruikt, dus ik kan daar nog wel even op doorgaan over de energietransitie. Vind je dat het belangrijkste thema de komende jaren?
Ja, maar alleen als je nu kijkt hoe dat gebeurt, bijvoorbeeld in de Ressen. Ik heb in die werkgroep gezeten voor de Rest Twente. Regionale energiestrategie. Regionale energiestrategie. Kijk, als je ook daar kijkt, dat die klimaattafels, regionale energiestrategie, die zijn in het leven geroepen om het draagvlak te creëren, wat er feitelijk al niet was. Terwijl, wie is er nou tegen duurzaamheid? Iedereen is toch voor duurzaamheid, voor een goed milieu. Je maar dan zeggen we windmolens, zonneparken in Enschede? Nee, op daken. En niet ten koste van ons schaarse landbouwgrond. Omdat wij zien daar ook een invulling voor bijvoorbeeld recreatie. En ik moet zeggen, ik vind het mooier fietsen tussen de weilanden en de koeien dan tussen de zonnepanelen door. Duidelijk, dankjewel Erwin. Geen dank. En het was leuk om dit te doen.